Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een gigantisch grote naked shop blog voor jullie. Normaal gesproken komt het altijd in een hele grote verzendzak eigenlijk. Moet je opletten. Oh, het is zo zwaar. Dit keer komt het in een gigantische doos. Ik krijg het niet eens op beeld. Het is echt belachelijk veel. Ik heb van alles uitgezocht. Ik heb vooral winterkleding, partykleding, dus voor de kerst, schoenen, van alles. Dus ben jij benieuwd wat ik heb uitgezocht bij Naked? Blijf dan zeker even kijken en doe dan dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak je me heel erg blij mee. Meer dan 60% van mijn kijkers zijn namelijk niet geabonneerd op mijn kanaal. En dat vind ik super jammer. Dus ik hoop dat jullie dat gaan doen. Dan maak je me heel erg blij mee. Nou, we zijn alweer in het midden ongeveer van de cozy video's. En ik hoop dat jullie het tot nu toe heel erg leuk vinden. Vandaag heb ik dus een vol winter shoplog voor jullie van Naked. En ik heb een leuke kortingscode voor jullie. Ik ga even mijn mobiel zoeken, maar ook daar. Ik heb een 20% kortingscode voor jullie, namelijk Delver20. Dus mocht jij iets willen shoppen van Naked, gebruik dan zeker Delver20 voor 20% korting. Hij is een beetje geldig, dus dan weten jullie dat. Ik zal alle linkjes die voorbij gaan komen, dus alle items, ga ik linken in de beschrijving. Dus aan het eind van de video kun jij de beschrijving checken en dan staat daar mijn kortingscode en de linkjes. Dus laten we snel beginnen. Nice. Mocht jij nieuw zijn op mijn kanaal, ik ben Floor en elke dinsdag en vrijdag komt er een cozy video online. Dat wil zeggen een gezellige video waar die je lekker kan kijken met een kopje thee erbij. En eigenlijk is het altijd in november herfst inspired. Dus dit keer herfst items. Dus let's start. Oh, en de setting is veranderd. Dus het is een beetje kerstproef geworden. Ik kon het niet laten, sorry. Goed, laten we beginnen met eigenlijk iets heel erg simpels. En deze heb ik al opengemaakt, want ik wilde even kijken hoe het stond. Namelijk deze beanie. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Hij heeft een beetje een beige kleur, een beetje zandkleur. En ja, het is gewoon heel erg simpel een beanie. Die ik nog nodig had voor de herfst of voor de winter eigenlijk, als het koud wordt. Ik vind het kleurtje heel erg mooi en ja, I like. Hij was ook niet zo duur geloof ik. Oh, hij is ook, wow, dat wist ik niet. Oh, wat grappig. Made from recycled plastic bottles. Dus deze beanie is gemaakt van gerecycled plastic flesjes. Oh ja. Oké, bijzonder. Heel vet. Dus dat is deze beanie. Ik ga even kijken hoe duur het is. Hij is van de Sustainable Choice, zie ik nu. En hij is €11,95. Dan, het tweede item heb ik ook al even uit de doos moeten halen. Want die heb ik al aangehad voor een foto. Dit is dus voor de kerstcollectie. Of eigenlijk, volgens mij is dit al van een jaar terug. Maar ik vond hem echt heel erg leuk. Kijk hoe erg die glimt. Dit is toch prachtig. Het is namelijk echt een superleuk zwart jurkje. Met van die pailletjes erop, van die glitterpailletten. Hij glimt als een malle en ik dacht, hoe leuk is dit? Gewoon zwart glitter, altijd goed voor in de feestdagen. Straks als we lekker thuis gaan gourmetten of zo, weet ik veel. Omdat we toch niet echt weg kunnen. Maar ik vond deze zo leuk. Waarom? Hij lijkt heel erg simpel. Gewoon de perfect black dress. Maar de achterkant heeft dus een open rug. En het is zo mooi. Echt super mooi. De bovenkant sluit heel erg mooi aan met van die knoopjes. Dus hij heeft een iets hoger halsje, wat ik persoonlijk zelf heel erg mooi vind. Deze heb ik in een maatje 34, want Naked valt altijd wel wat groter. Ik moet zeggen, ik had hem ook in een 36 gekund, want hij zit wat aan de korte kant eigenlijk voor mij. Maar ik vind hem te leuk om ja, niet aan te gaan doen. Dus ach, we zijn toch thuis, maakt niet uit. Dus deze jurk en hij is €68,95. Ik vind hem echt helemaal het einde. Nou, en dan misschien wel echt het mooiste jurkje. Zit echt super mooi en hij glimt echt super goed. Ik krijg hem natuurlijk alleen niet bij mezelf nu dicht. Dus de achterkant ziet er nu heel gek uit. En ik heb mijn BH natuurlijk nog aan. Maar goed, die zou ik dan lekker uitdoen. Maar ik krijg hem dus niet bij mezelf dicht. Maar normaal gesproken gaat die bovenkant dus heel mooi dicht. En dan heb je echt een prachtige open rug. Maar ja, nu ziet het er heel gek uit. Maar ja, dat is dus de bedoeling van deze jurk. Komen we nu bij de items die nog in de doos zitten en die ik dus nog helemaal niet heb gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nu komen we al bij iets best wel groots. Dit is trouwens niet gesponsord of zo. Ik krijg er niet voor betaald. Maar ik heb het wel opgestuurd gekregen. Dus dan weten jullie dat alvast. Ik zet het ook altijd in de beschrijving. Dus mocht je twijfelen of een video gesponsord is of niet. Dus of ik ervoor betaald krijg of niet. Het staat altijd dan in de beschrijving gelinkt. Want ja, ik ben er wel eerlijk over. En ook al had ik dit betaald gekregen, vertel ik alsnog altijd wel gewoon mijn eigen mening. Want ja, als ik het niet mooi vind, vind ik het niet mooi.
Dat gezegd hebbende gaan we door naar deze jas. Want dit is dus echt een prachtige jas. Oh mijn god, hoe ga ik dit laten zien? Ik denk dat je het in de aanbeelden beter gaat zien. Ik hou even het knoopje los, want hier zit een druk knoopje. En hij valt dus heel erg mooi. Dit is dus echt een hele mooie trenchcoat. Zo valt hij. In een hele lichte beige kleur, wat ik heel erg mooi vind. Hij is heel erg dik en zacht, dus dat is top voor in de feestdagen. Of in de feestdagen, in de koude dagen, dat hij lekker dik is. En heel erg stevige kwaliteit. Hij zit vast met 1 drukknoopje, zie ik. Oh nee, 2 drukknoopjes. En verder heeft hij nog een band waarmee je hem dus lekker dicht kan doen. I like. Er zitten trouwens geen zakken in, zie ik nu. Maar dat vind ik niet zo heel erg. Oh, grapje. Ik ben weer helemaal veel te snel aan het praten. Want er zit wel een zak in. Tol. Ik heb deze jas in een 36. Dus best wel groot. Maar dat vind ik alleen maar chill met grote truien eronder. Dan zit het niet te strak. En deze kost €102,95. En kijk hoe mooi het op dat plaatje ook is. Superleuk. Dus dat is de jas. Dan een item die echt elke keer in mijn video's terugkomt. Maar goed, heb jij de vorige Naked Shop vlog nog niet gezien? Zou ik je aanraden om die eerst te gaan kijken. Ik zal hem hier even linken. Daarop terugkomend. We hebben hem weer. De grijze mom jeans. Dit keer in de maat 38. Tadaa. Deze wou ik dus al heel erg lang. Gewoon een simpele grijze mom jeans. Lekker high-waisted. Wat dus de grap is dat ik hem eerst in de maat 34 heb besteld. Die was veel te klein. Was echt veel te klein. Dus heb ik in de 36 besteld. Want normaal heb ik van Naked altijd 36 van broeken. Nou, die paste gewoon niet. Ik kreeg hem totaal niet aan. Dat zie je dus ook in die video van de vorige keer. Dus het was tijd om een 38 te bestellen. Deze valt blijkbaar gewoon super klein. En jongens, laten we alsjeblieft met z'n allen bidden dat ik deze ga passen. Ik hoop echt dat deze wel past. Ik heb hem dus in de maatje 38. En het is dus de kleur grijs. Gewoon een simpele grijze mom jeans, altijd handig met een leuke trui of zo erboven. Nou, de broek jongens is aan. Maar toch zit hij vet strak. Dus ja, ik weet niet, alles is een beetje geplet. Maar misschien als je heel vaak aandoet en lekker uitloopt dat het dan goed zit. Maar hij zit tenminste aan. Maar hij zit wel heel strak. Dus ja, even kijken hoe we dat gaan doen. Ik zie iets heel leuks. Even openmaken. Ik heb deze prachtige witte tas. Beetje gebroken wit. Oh, ik vind deze heel mooi. Een nieuwe handtas. Ik heb namelijk ook een handtas nu van Naked. Die is zwart. Maar ik zag al dat hij een beetje los ging laten. Ik gebruik hem namelijk altijd. Dus ik dacht, voor die helemaal weer kapot gaat en ik geen handtas meer heb, bestel ik alvast een nieuwe. Ik denk dat je het wel kan zien. En dan zie je hier het Naked logo in het zilver. Ik hou even de plastic eraf. Zo, de plastic is eraf. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is ook heel erg stevig, wat ik heel erg mooi vind. Ik hoop dat hij niet te snel vies wordt, maar goed, dat gaan we zien. Oh, er zit nog een dustpack bij. Oh, wat handig. Dat vind ik oprecht heel handig. Daar kun je dus je tas in doen, zodat hij niet vies gaat worden. Maar goed, dit is de binnenkant. Hij is echt heel erg ruim. Er zitten nog allemaal vakjes in. Dus ja, dat moet wel lukken. Ik doe even mijn laptophoes erin. Oh, nou prima. Hij steekt een beetje uit, maar dat vind ik totaal niet erg. En we hoeven toch niet echt weg nu. Zitten we toch thuis met school straks. Dus ja, helemaal leuk vind ik deze tas. Deze tas kost €51,95. Volgende item is weer iets beige. Ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon echt iets met gebroken wit en beige. Ik vind het helemaal leuk. Volgens mij heeft iedereen nu die fase. Oké. Oeh, I like. Dit is een hele zachte, echt niet normaal zacht. Wauw. Is de binnenkant ook zo zacht? Ja. Het is dus een beige, vest, trui-achtig. Hij heeft dus hier een rits, die je dus heel erg leuk open kan doen. Wat je dus nu wel wat meer ziet. En dat vind ik persoonlijk echt heel erg leuk. Maar goed, dat zie je wel beter op de aanbeelden. En de onderkant heeft dus een soort van elastiek, waardoor die mooi aansluit. Dit is echt super zacht. Echt heel erg chill. Heel leuk. Deze heb ik in een maatje S. Dat is dus een 36. En deze kost €28,95. Dat valt me nog best mee. Ik kom er weer aan bij een hele leuke broek. En de broeken van Naked vind ik echt heel erg chill. Die zitten gewoon echt super fijn, vind ik.
Deze heb ik in de maatje 36, want die heb ik altijd. Alle broeken heb ik eigenlijk altijd in 36. Behalve dus die grijze mom jeans van net, dat is gewoon een hoge uitzondering. Het is deze spijkerbroek. Het heeft een hele lichte wassing, wat ik heel erg mooi vind. En hier van die subtiele scheurtjes, maar niet heel veel. Ik weet niet, ik vond deze heel erg lijken op die Levi's broek. En ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is dus mooi high waist en verder is die gewoon een beetje een boyfriend-achtige look heeft hij. Nou, die heb ik in een maatje 36 dus. En ik ga even kijken hoe duur die was. Deze broek kost €56,95. We komen bij het zwart. Oh ja, ik weet al wat het is. Nou ja, deze ga ik niet passen, maar dat is bewust, want ik heb een broek voor mijn moeder besteld. En heel toevallig heb ik deze dus al in mijn eigen maat, in een maat 36. Dus die kan ik wel aandoen, want het is gewoon precies dezelfde broek voor de aanbeelden. Maar het is dus deze zwarte pantalon. En hij is lekker wijd. Heel erg wijd. Gewoon echt zo'n loose fit wijde pantalon. De perfecte zwarte pantalon als je het mij vraagt. Ik vind hem heel erg chill. Ik heb hem dus zelf ook. En deze heb ik in een maatje 40 voor mijn moeder. Maar ik weet niet. Hij is gewoon echt zo mooi. Hij heeft ook zakken. De achterkant heeft nepzakken. Wat ik ook een heel mooi chic detail vind geven. En hij heeft aan de zijkant een rits. Waardoor hij makkelijk aangaat. Dus deze zwarte pantalon. Die overal bij past. En die kost €56,95. Volgende item is weer een jas. En ik heb absoluut genoeg jassen. Ik moet er ook echt mee kappen. Maar ik weet niet, ik vind het heel erg leuk. Oh, dit is wel iets andere kleur dan ik had verwacht. Maar wel mega zacht. Het is deze teddy. Oh mijn god, kijk nou, hier wil je toch in knuffelen. Het lijkt gewoon een beetje paarsig, paarsig bruin. Op de foto leek het iets anders, moet ik zeggen. Nou ja, I don't know. Maar het is dus deze, ja, teddyjas. Gewoon een kort model. Er viel iets op de grond. Kort model en... ja, dit is gewoon super chill. Heel erg zacht, heel erg warm. Echt niet normaal hoe dik dit is. Dus ja, ik weet niet, ik vond deze er leuk uitzien. Ik moet zeggen, de kleur is anders dan ik had verwacht. En ik weet niet of ik dit nou zo leuk vind. Ik heb hem trouwens in een maatje 36 geloof ik. Ja, want ja, het mag wel iets groter zijn dan te klein. Ik had de kleur roze. En die ziet er op de foto zo uit. En dat lijkt dus echt een beetje dat, ja, een beetje bruinig. En dit is toch echt iets paarsigs of zo. Ja, of het moet aan mij liggen, maar op de foto lijkt het wel gewoon bruin. En hier lijkt het echt grauwig paars. En deze jas kost €106,95. Dan iets wat ik eigenlijk nog nooit heb besteld. Zoiets bij Naked. Namelijk Calvin Klein. Nou ja, slips. Ik dacht dat het strings waren. Echt, ik leef in die Calvin Klein strings. Ik vind ze echt super chill. Trouwens, ik leef er niet in. Dat klinkt heel erg vies. Ik vind ze heel erg chill. Maar ik heb dus blijkbaar de slips aangevraagd. En normaal gesproken heb ik strings. Maar op zich, voor de afwisseling, helemaal niet erg. Het is een two-pack. En er komt net een vrachtwagen voor de vuilnis. Wat een gezeik. Ik hoop dat je niet veel van hoort. Maar het is dus een two-pack van die grijze. Dit kun je ook gewoon allemaal bij Naked bestellen. Calvin Klein, Levi's, echt van alles. Dus ja, ik dacht, top, handig dit. Maar het zijn dus slipjes. Wat ik dus persoonlijk iets minder chill vind dan gewoon strings. Maar op zich, holy moly, ze zijn ook best wel groot. Dit zijn ze. Heel subtiel Calvin Klein erop. Ja, best wel groot. Anders dan ik had verwacht, want ik dacht dus strings, maar het zijn slipjes. Maar altijd handig. Ik hoop dat ik ze gewoon pas. Ik heb ze volgens mij in een maatje M. Want ik dacht, Calvin Klein heb ik altijd in een M. Die onderbroekjes, die strings. Maar ik weet niet, deze voelen wel iets groter aan. Maar op zich, als dat moet passen, is dat ook wel een keer chill. Dus deze grijze slipjes. En zo'n two-pack kost €37,95. Dus heb je er twee. Dan verder naar weer een beige item. En deze had ik bij Fleur in de video gezien en ik vond hem echt heel erg leuk. Dus ik dacht, ik bestel hem ook lekker. Het is deze, ja, trui eigenlijk met een V-halsje. In een beige met witte strepen. Ik vond hem echt heel erg schattig. En ik vond deze heel leuk met die lichtblauwe broek die ik net heb laten zien. Die spijkerbroek. Daar lijkt mij deze heel erg leuk bij. Hij is dus lekker gebreid en... ja, ik weet niet. Ik vind dat beige kleurtje heel erg mooi. Deze heb ik in een maatje XS, dus 34. En ik ga even kijken hoe duur die is. Deze kost €34,95. Goed, ik heb de trui aan, maar zoals je kan zien is die eigenlijk te klein. Echt super stom. Maar ik weet niet. Hij is gewoon bij mijn armen net iets te kort.
En hier, ja, dat kropt kan wel gewoon natuurlijk. Maar ik voel gewoon dat hij net wat aan de kleine kant is. En ik vind het helemaal niet erg als dit juist wat groter is. Dus hij is super leuk, maar hij is toch echt net iets te klein voor mij. Gaan we naar weer iets anders dan een kleding item, namelijk schoenen. En ook dit verkopen ze gewoon bij Naked, namelijk Fila schoenen. Ik ben een beetje laat met die trend, want dat was toen een heel ding. En toen wilde ik ze ook al, maar ik dacht, ach, ik heb geen schoenen nodig. Maar ik weet niet, ik vind ze gewoon nog steeds mooi, dus ik heb ze gewoon besteld. Oh, heel tof. Kijk nou. Dus ook Fila verkoopt ze gewoon bij Naked. Oh, ik vind ze echt tof. Je moet ervan houden. Ik weet dat heel veel ze ook verschrikkelijk vinden. Ik pak er even eentje om te laten zien. Dit zijn ze. Echt zo mooi vind ik ze. Een goede witte sneaker. En hier dan nog het logootje. Hier ook nog. Ja, ik vind ze echt top. Het is gewoon in mijn eigen maat. Maatje 39. Dus ja, dat moet hopelijk passen. Deze schoenen kosten €113,95. Dan komen we bij het ene laatste item. Weer iets beige. Echt verschrikkelijk ben ik. Deze leren broek. Ik vind hem zo mooi. Ik zag hem en ik dacht, ja, die wil ik. Dit is zo'n leershortje wat je heel erg leuk kan dragen straks als het wat warmer is. Maar natuurlijk ook gewoon nu met een panty. En dan de stoere boots eronder of zo. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik heb zulke shirtjes ook al van leer in het zwart. En beige vind ik natuurlijk helemaal leuk. Ik kan er ook nog wat in doen. En de achterkant ziet er zo uit. Super leuk vind ik hem. Hij heeft ook nog een beige rit, zie ik nu. Dus het valt helemaal niet op. En hij zit vast met twee schuifknoopjes. Dus ja, dit vond ik top. Leuk met een panty zoals ik net zei, maar ook handig onder een sweater dress of zo. Als die net iets te kort is, dat je zo'n broekje eronder doet. Ja, dan is dat wel leuk. Deze heb ik in een maatje 36 en die kost €45,95. Goed, dan komen we aan bij het laatste item. En dit is iets wat nu natuurlijk helemaal trendy is en waar ik al best wel veel dingen van heb. Het is namelijk een Spencer. Het ziet er trouwens heel gek uit zo. Dit is hem. Een Spencer met dus, hier zit hem die... Zit de opening met een colletje. En dat vond ik echt heel erg leuk. Het is gewoon wit en ook wat langer. En ja, ik weet niet. Ik vind dan met een colletje ook gewoon wel lekker winters of zo. En dan dus een leuke witte blouse eronder. Dan met een leren broek of zo eronder. Super tof vond ik deze. Deze heb ik in een maatje XS. Ik ben blij dat ik XS heb gedaan. Want hij valt dus best wel groot zoals je kan zien. Dus dat is top. En deze kost €39,95. Natuurlijk zit net op dit moment mijn blouse in de was. Dus dit ziet er heel raar uit. Maar normaal gesproken zou je hier dus een heel leuk blouseje onder doen. En dan vind ik hem heel erg leuk. Dus niet met een strak wit shirt. Maar verder zit hij echt super leuk. En hij heeft ook een hele lekkere hoge kool. Dus als het echt heel koud is, is dit echt top. Dan was dit alweer de Naked Shop vlog. Jullie hebben de aanbeelden al kunnen zien. En ik heb nog niks gepast. Maar ik hoop dus dat het goed zit. Check dus zeker even de beschrijving. Daar staat de kortingscode gelinkt. Delver20 voor 20% korting. En alle linkjes staan daar ook gewoon gelinkt. Ik hoop dat jullie deze Naked video leuk vonden. Over het algemeen ben ik heel erg tevreden. Echt een hele leuke selectie dit keer vind ik zelf. Dus ja, ik hoop dat jij ze ook leuk vond. Of dat jij iets leuks hebt gezien. Bedankt voor het kijken naar deze cozy video. En ik zie jullie tot de volgende video.